Jij naar buiten? Doei! Lisa! Kom daar! Kom daar! Hey man! Maar ik weet nou niet waar ik hem dan neer moet zetten in zo'n kleine kamer, weet je? Dus dat gaat het er nu worden. Dus ik zet gewoon die mobiel weer op die tripod. Die heb ik hier nog liggen. De tripod. Ja, lieve vrienden, een hele, hele goede middag. Het is al laat, het is 15:49, maar dat kan de pret allemaal niet boeien. Ik wens jullie wel weer en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag donker weer, het is grijs weer, het is triest weer, het is echt hopeloos. Ja, ik had het toch liever zoals het gisteren was. Het is ook vochtig, het is hoofdpijnwekkend. Ik heb dus ook wel weer hoofdpijn en niet zo zuinig ook. Ja, lijkt wel of de 7 dagen weer in de lucht zit. Mijn hemel. Dat, ja, ik ben er niet goed van. En ik ga straks eens eventjes wat anders uitproberen met de camera. En of ik dat dan een plekje kan geven. Want ik wil eigenlijk het liefst die camera van mijn tafel af hebben. Hij staat nou steeds altijd maar op mijn tafel. Maar ik moet ook weer met Rijka erom denken. Dat die er niet omgooit. Want ik heb mijn statief vannacht al eigenlijk uit de kast gepakt. Nou ja, vannacht, gisteravond. Maar ik moet wel er vooruit kijken dat die jong gooit met haar gedonde jagen. Met de katten. Dus dan moet ik ook nog even bekijken hoe ik dat allemaal wil hebben. Ja. Ja, vertel. Ah! Ze sprongen allebei tegelijk op de bank. Ewin en Rijka. Maar Ewin die gaat dan altijd op de vensterbank. Geweldig. En er zit er hier nog één. Ja hè? Moet je ook meenemen hè? Meetellen? Ja. Nou, die zijn daar gewoon nog steeds dwaas aan doen. Hé? Ja nou? En de linker die is aan het spinnen. Hé? Jo, die kennen wat van. Die kan heel hard en luid spinnen niet doen. Auw, zo hé, dreun. Ik heb ook nog een voelrijke, hé. Dreunt ze met de kop tegen mij aan. Jongen, nog een troep, gaat lekker hier. Maar ja, ik ga een bakje koffie doen en dan ga ik met Rijka lopen. Ja. En het is dezelfde route, dus ja, ik hoef jullie niet mee te nemen. Ik ga gewoon een klein blokje en dan ben ik zo weer thuis. Ja. Nou, en ik heb vandaag geprobeerd te bellen, maar die was de deur al uit. Die was op huisbezoek. Ja, hoe noem je dat? Net zoals wat een dokter doet, ook thuisbezoek. Maar dit is dan een fysiotherapeut. Nou, ik moet een fysiotherapeut hebben. Niet dat ik fysiotherapie nodig heb, maar ik heb wel even nodig om wat te regelen. Ja, dus. Maar dat komt allemaal goed. Ja hoor, daar zit ik niet over in. Helemaal niet. Het komt allemaal wel op zijn pootjes terecht. En jullie zijn gek. Crazy. Yes. Maar oké, ik zou zeggen geniet van jullie dag. Maak er wat van. Tenminste dag, het is nou ja, middag, halverwege de middag. Maak er wat van de rest. Want ja, jij moet zelf het zonnetje zijn, want de zon die is nergens te vinden. Althans, hier niet. Ja, hoe het in Spanje is, of weet ik veel waar. Degene die meekijken en mij kunnen verstaan. Ja, weet ik veel of het bij jullie de zon is. Hier in ieder geval niet. Grijs, grauw, triest, rot weer. Ik ga er eens even naartoe. Kan er, mag ik er even bij? Ja. Grijs, grauw. Helemaal niks aan daarheen een poesjebeestje lopen. En dan hebben we er een hier voor de rand zitten. Zo hé, gaat het even niet. Ja. Ja, ik wou dit zeggen, je bent in de weg weg. Ja, we hebben weer een staart in beeld. Weg met die steurt. Oh, malle lood. Ja, geef een kopje tegen dat ding. Ja, nog een kopje. Nog een kopje.
Ja, moet je weer aaien. Ach, 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 ach. Hé? Ach, 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 ach. Ja, ja, ik was er wel. Nou, zo dan, zo. En dan pootje. Pootje? Nee, pootje. Goed zo. Nee, ik blijf niet aan de gang. Nee, blijf niet aan de gang. Blijf echt niet aan de gang. Zou jij wel willen, ja. Nee, en dan zit je ook al met licht aan, hè. En nou de grote lamp even, voor jullie. Dan zien jullie mij haast niet. Nou, ja, nou heeft Kandalf dat ding pootjes zitten te geven. Zo. Zo. En die naar achteren. Zo. En dan staat hij nog scheef die kant op. Zo. Dan staat hij beter. Ja, nu begon tegen die tripod pootje kopjes te geven. Nou ja, oké. Okay. Kan ik ook niks aan doen. Dat hele nieuwe dier heb. Is alleen maar leuk. Kijk ook hoor. Ja, ik heb een vrouwtje ook. Maar oké, okay, ik zou zeggen tot later. Nou, daar zit er weer heerlijk eentje te zeuren daar. Die wil eruit. Dus ja, dat moeten we maar eventjes doen, hè. Soms ook. Dan loopt ook alweer naar de keuken. En waar is Rijka? Rijka! Ja, ik weet wel waar Rijka is, hoor. Ik weet wel waar ze is. In de mand. Met haar bonk. Ja, ja. Hoe weet je dat, hè? Ik hoor haar. Ja. Ben jij naar buiten? Doei. Rijka. Ik kom daar. Kom daar. Hey, meisje. Hey. Hallo? Oh, gelijk niet bijten. Je moet niet bijten. Nee, ik vind dat niet lief. Nee, niet bijten. En dat je mooi bent, wisten we. Hé? Ja. Dat wisten we al, dat je mooi bent. Wat ga je nou weer doen? Vlieg je weer daar naartoe? En waar is Ewin? Nou, ik heb het hele spul dus nou op de statief staan. Ook de lamp erbij op. En of dit nou gaat werken, ik weet het niet. Ik denk dat dit wel gaat werken hoe noem je dat? Met knutselen? Of zo? Of wat dan ook, ja. Maar nou is de vraag, waar moet ik hem neerzetten? Juist. En dat gaat het niet worden, nee. Dus ja, het zal er toch wel weer af moeten, want het is wel even leuk zo, ja. Enkel, nou staat hij niet op mij gericht, dan moet ik hem weer omdraaien, ja. Dus, dat gaan we eventjes doen aan deze kant. Ja, en daar zijn we dus, ja, of de lamp nou werkt. Ja, hij werkt wel, hij doet het wel, maar of die genoeg licht geeft, dat weet ik niet. Gaan we uitproberen. Ik ga hem nou uitdoen. Moet hij wel willen. Ja, dat scheelt wel een vlok op een borrel. Ja. Dat scheelt een vlok op een borrel. Nou ja. Hij was nog niet helemaal uit en toen zag ik dus al het verschil. Ja, zo ken het ook. Ja, maar ik weet nou niet waar ik hem dan neer moet zetten in zo'n kleine kamer, weet je. Dus dat gaat het er nu worden. Dus ik zet gewoon die mobiel weer op die tripod. Die heb ik hier nog liggen. De tripod. Ook eigenlijk een statief te benoemen. Ja, het is maar wat je wilt. Het heet een tripod als je hem bestelt. Nou ja, oké, okay, tripod dan. Drie pootjes. Ja, dus. Maar het is ja, met andere dingen wel handig. En als iemand al is en die vraagt, goh, wil jij een reportage maken van ons huwelijk of van ons verjaardagsfeestje van de kleine of wat dan ook. Nou, dan is het makkelijk om hem mee te nemen. Maar ja, die opdrachten heb ik nog niet binnen weten te slepen. Want ja, ook fotografie is een hobby van mij. Dat staat helaas niet bij mijn andere dingen.
geloof ik. Maar het is wel een hobby, maar ik heb niet een goede productstel ervoor. Ik doe dat ook met mijn mobiel allemaal. Maar ja, niet deze hoor. Dan neem ik mijn andere, die is veel beter qua foto's maken. Maar in ieder geval, ja, ik heb zoveel hobby's. Ik mocht vroeger dat we nog zwart-wit rolletjes hadden, mocht ik al graag foto's maken. En ze waren allemaal mooi en allemaal goed gelukt. En ik zei, helaas, door vele verhuizingen heb ik die foto's niet meer, nee. Ook kan ik foto's maken als bewijsprek. Ik noem maar even een voorbeeld, midden in de zomer. Het is bloedje warm. En je dochter of je zoon loopt in een zwempak. En je wilt ze nat gooien met een emmer water. Nou, dat water wat dan uit die emmer komt, nou, dat zie je. Je ziet het, maar je ziet het niet bewegen. De foto die wordt niet bewogen erdoor. Dus actiefoto's maak ik dan. Nou, dat gaat me echt, gaat me echt goed af. En dat mocht ik vroeger al doen, maar ik heb ook een klein beetje les gehad. Toen destijds van de desbetreffende fotograaf die er toen nog was. Ja, die man die leeft helaas niet meer. Nee. En de winkel bestaat ook niet meer, dat weet ik ook van goede mensen die daar woonden. En ja, die zijn in de middenwinkel, dat is toen opgeheven. De kinderen die we hadden zelf een ander vak gekozen, dus ja, dat wordt het hem dan niet. Dus, maar oké, maakt niet uit. Maar Rijke die zit dus naast mijn bureau in haar mand aan die kluif te knagen. Nou, goed voor haar. Ja. Helemaal perfect. Ik ga een bakje koffie maken, want daar heb ik wel zin in. Want we zijn dus even wezen lopen. Nou, en dan kom je mensen tegen met ook hondjes. Nou, hartstikke leuk en geweldig. Dat was leuk. Enkel van één hond was bang. Ik moest er ook niet zoveel van hebben. Nee, wat voor een hond het was, weet ik niet. Zo'n platte snuit, geen staart. Kwam niet vriendelijk over, een beetje rood doorlopen in zijn ogen. Ik denk, bah, wat eng. Oh, daar hou ik niet van. Nee, geen vriendelijk uiterlijk. Nou, een lichaamstaal wil ook wat zeggen. Ja. En de rest, dat ging allemaal goed. Ook loopt er hier regelmatig een man langs met een hele grote hond. Maar die hond kent hij niet de baas, terwijl die hond al een oude lobbers is. Maar hij heeft voor een paar jaar geleden, liep hij hier ook langs. Toen leefde mijn man nog en toen gaf hij zijn hond een rotschop. Dat we hoorden de beest hier in huis janken. Nou, dan wil je hem wel, ik weet niet wat doen. Maar ja, dat zal hij zelf alweer vergeten zijn, want hij is zelf ook niet even de jongste meer. Maar in ieder geval, hij loopt te zoren aan dat beest. Nou, het loopt normaal, weet je. Je had het beest beter af moeten richten, denk ik dan. Ja, ik bedoel, als Rijke trekt, dan trek ik terug en dan zweeft ze ook door de lucht, hoor. Echt wel. Ik heb mijn kracht wel in mijn armen, maar niet in mijn benen en mijn rug. Dus daar gaat het om. Nou, en nou ben ik dus met krachttraining bezig. Maar die rug is altijd al zwak geweest, omdat ik daarmee ben geboren. Een dubbele sculus, hoe zeg je dat? Scoliose. Daar ben ik mee geboren, dus ja, ik ben geboren met een zwakke rug dan, daar kun je niks aan doen. En mijn enkels, die zijn ook zwak. Nou, de rest is allemaal versleten, hoe ouder je wordt. Ja, de ouderdom komt met gebreken en nou, de huisarts die heeft gewoon gezegd, ach ja. Kort gezegd, alles is versleten. Ik zeg, oh, ik zeg, dus dan heb ik de waterfabriek, betonfabriek. Noem maar op. Heb ik dat allemaal in mijn lichaam? Ga je lachen? Ja, ik begin dan gewoon te dol hoor. Ja, je weet het van tevoren. Het wordt je ook wel verteld, het wordt je geleerd. Het ouderdom komt met gebreken. Nou, er is geen woord van gelogen. Het is gewoon zo. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik ga aan de koffie. Dus ik zou zeggen, tot later. Ja, goedemorgen lieve vrienden. Het is al eer ochtend, want het is 18 minuten over 3. En dat op de 24e vrijdag dus. Ja, en ik moet nog naar bed. Het is weer laat. Laat, zat. Oftewel, vroeg in de ochtend.
De rest is van boven. Ik ga erachteraan. Ik zou zeggen, tot over een aantal uurtjes. Want Rebecca die komt vandaag. Astrid niet, want die krijgt haar dochter. Dus die komt niet. Dus we zullen zien wat we vandaag verder de dag door zullen brengen. Hoe we dat doen. Het knap weer is misschien even met Rijka de hart op. Dat die even eruit kan leven, even kan vliegen, even los kan lopen. Misschien even naar de dijk, maar het ligt er ook aan hoe het weer is. Dus we zullen het beleven en dan gaan jullie gewoon. Ja, en anders niet. Nee, dan blijven we thuis. Ik weet het nog niet. Het ligt gewoon aan het weer. Ja, ik zou zeggen, tot dan.